In 1932 was heel Amerika in de ban van de ontvoering van de 20 maanden oude baby van Charles en Anne Lindbergh. Charles Lindbergh was in 1927 wereldberoemd geworden door zijn eerste solovlucht over de Atlantische Oceaan. Hij was de lieveling van Amerika. Charles Lindbergh trouwde in 1929 met pilote en schrijfster Anne Morrow. Ze kregen 6 kinderen, waarvan Charles Lindbergh de derde in 1930 de eerste was. Op 1 maart 1932 bracht de oppas de 20 maanden oude Charles Lindbergh de derde naar bed. Wat later op de avond hoorde zijn vader, Charles Lindbergh, een geluid en ging de oppas naar de baby kijken. Deze was spoorloos verdwenen. Tijdens de daaropvolgende zoektocht vonden Charles en Anne Lindbergh een brief op de vensterbank. Hierin eiste de ontvoerder $50.000 losgeld. Er werden modderige voetsporen in de kamer aangetroffen. De inbreker was via een ladder de kamer van baby Lindbergh binnengedrongen en had hem vervolgens meegenomen. Na 3 dagen ontvingen ze een tweede brief waarin de ontvoerder $70.000 eiste. Hierna volgde er nog een brief met de eis van $100.000. Een gepensioneerde leraar, John Condon, had in een plaatselijke krant een aantal artikelen over de ontvoering geschreven en de ontvoerder koos hem uit als tussenpersoon. Hierna ontving Condon nog een aantal brieven. Een maand later werd afgesproken dat Condon het losgeld zou afleveren op een begraafplaats. Het losgeld bestond voor een deel uit goudcertificaten, omdat deze binnenkort uit de roulatie zouden worden gehaald en dus gemakkelijker traceerbaar zouden zijn. Hierna kreeg Condon te horen dat de baby werd vastgehouden op een boot de Nelly genaamd. Charles Lindbergh ging onmiddellijk op zoek naar de boot. De zoektocht leverde geen resultaten op. 6 weken later werd het lichaam op 1,5 kilometer afstand van het huis van de Lindberghs gevonden. De baby bleek al op de avond van de ontvoering vermoord te zijn. Hij was gestorven door een klap op het hoofd. De president van de VS, Herbert Hoover, gaf persoonlijk het bevel dat alle nationale onderzoeksbureaus zich met de zaak bezig moesten houden. Na dit drama verhuisde Lindbergh zijn tijd naar Europa. Twee jaar later werd er door een benzinepompmedewerker een transactie met een gemerkte $10 goudcertificaat gemeld. Deze had ook de kentekenplaat van de betreffende klant genoteerd. Het bleek te gaan om de Duitse immigrant en timmerman Bruno Hauptmann. In zijn huis vond de politie ook een deel van het losgeld en een minipistool. Daarnaast vonden ze een ontwerptekening van een ladder die gelijkenis vertoonde met de ladder die bij de ontvoering was gebruikt. Condon herkende hem als de man aan wie hij het losgeld had overhandigd. Handschriftdeskundigen stelden een grote gelijkenis vast tussen Hauptmanns handschrift en dat van de losgeldbrieven. Hauptmann beweerde onschuldig te zijn en het geld voor iemand anders in bewaring te hebben. De zaak tegen hem was niet erg sterk. Uiteindelijk werd hij door het bewijs en de publieke druk tot de elektrische stoel veroordeeld. Hij bleef echter beweren dat hij onschuldig was. In 1936 stierf hij op de elektrische stoel. Hierna werd er bij wet bepaald dat ontvoering een federaal misdrijf was. Bedankt voor het kijken. Wil je nog meer over andere beruchte ontvoeringen weten? Lees dan het artikel 10 geruchtmakende ontvoeringen. Een link staat in de beschrijving.